naast de zakelijke kant is de persoonlijke kant natuurlijk ook heel zuur. Zuurder kan je ze niet krijgen. Hij heeft al de nodige tranen gelaten, casino-uitbater David Kraaiveld uit Eibergen. Na een besluit van de gemeenteraad van Berkelland gaat zijn levenswerk in rook op. De gokhal in het dorp blijft definitief gesloten. Compagnon Marco de Koning ligt ziek met antidepressiva op bed. De pijn zit diep bij de ondernemers. Leven wordt afgepakt. Dit was ons leven. Ja, en dan wordt het met één druk op de knop natuurlijk gewoon nee gezegd. En dan zijn er mensen die beslissen over ons, die ons niet kennen. En ook de hal niet kennen. Dus dat is gewoon heel erg jammer. Sinds september vorig jaar is de gokhal gesloten omdat de kansspelautoriteit een risico op criminele activiteiten ziet. Daarvoor kwamen er ongeveer 100 mensen per dag. Hoewel er nog een rechtszaak loopt tegen de kansspelautoriteit, heeft de Berkellandse gemeenteraad besloten dat de deuren dicht moeten blijven. Wat de ondernemer steekt, is dat er geen raadsleden op bezoek zijn gekomen. Heel veel mensen kenden ons niet. Ja, van zien of van horen. Maar, ik bedoel, de VVD, de OBL en één BBB'er, die hebben voorgestemd. En de rest heeft binnen één seconde nee gestemd, terwijl ze ons niet kenden. Gokken zouden volgens raadsleden maar naar grotere plaatsen als Enschede en Winterswijk moeten gaan. Ook waren er zorgen over het risico op gokverslaving. De uitbater vindt juist dat hij daarin zijn verantwoordelijkheid nam. We hebben ook echt mensen uit ons pand gezet. En gezegd van luister, hè, je moet nu echt stoppen. En ook doorverwezen naar Iriszorg. En ook de manager van Iriszorg hier laten komen om met mensen te praten. En wij praten natuurlijk ook altijd met de mensen. Dus wij wisten wel wat er gebeurde. Bij iedereen. We kenden ook iedereen. Ook als je nieuw bent, dan na 2 uur wist ik wel ongeveer wel wie je was. De rechter buigt zich nog over de zaak met de kansspelautoriteit. Mogelijk beginnen Kraaiveld en Compagnon de Koning, als ze de rechtszaak winnen, een casino in een andere plaats. In Eibergen rest leegstand, want de gokhal gebruikt 5 panden. Dus nog meer leegstand in Eibergen. Ja, dat is heel jammer, want we hadden wel goede ideeën voor Eibergen. Er is best wel veel leegstand in Eibergen. Het moet geen dood dorp worden. En dat gaat. Daar is de gemeenteraad heel hard mee bezig om het dood dorp te laten maken.